Nou, ik dacht in het begin dat wij wel um, wat eerder open zouden mogen. Vooral omdat er natuurlijk continu verteld werd over hoe belangrijk het sporten voor mensen was. Alleen uiteindelijk toen wij elke keer weer een verlenging om de oren kregen... toen had ik wel het idee van nou, dit gaat nog wel een tijdje duren. Los en lockdown. Door de coronacrisis hebben veel mensen het zwaar. Zeker de mensen die een eigen zaak hebben. Als je een nieuwe onderneming begint in coronatijd... Heb je geen recht op steunmaatregelen van de overheid, zoals de tegemoetkoming vaste lasten en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers? Geen makkelijke taak dus, toch zijn er jonge ondernemers die dit aandurven. Zo is Tycho Jacobs druk bezig met de opening van zijn tweede sportschool, Harbor Gym, aan de Marienburg in Nijmegen, in het pand dat hij sinds januari in zijn bezit heeft. Buiten het feit dat we hier dus vol zaten met de sportschool, uh, wilde ik me ook uh, een bredere doelgroep uh, gaan toewenden. En uh, privé groepslessen waar mensen met z'n vieren kunnen komen sporten. Om de kosten van een trainer te delen, maar wel in dezelfde privacy te kunnen blijven uh, sporten. Dus uh, het concept is iets verbreed. Met z'n vieren een trainer delen is voor Harbor Gym al een verbreding. Nu is het sporten namelijk nog persoonlijker. Geen personal trainer, maar private training waarbij één op één met een trainer wordt gewerkt. Er zijn twee mensen tegelijk aanwezig per, per uur. En daarmee zorgen we er ook voor dat uh, alles eromheen voor ze verzorgd wordt. We hebben alle drinken, handdoeken klaarstaan voor mensen. Dus we hoeven eigenlijk alleen maar bezig te houden met waar het toe doet en het sporten. En hebben we eventueel dus nog fysio en massage dus tegenwoordig erbij. De vonk om zo'n vier jaar geleden te beginnen kwam vooral uit eigen ervaring. Ik denk dat het vooral uh, kwam vanuit de sportschool, zag wat ik niet wilde. Die eigenlijk heel erg gefocust zijn op de uh, onderkant van de markt. Heel veel massa en ik uh, vond het veel leuker om uh, de individuele begeleiding op te pakken. Het plan voor uitbreiding lag er al. Dat heeft de lockdown niet veranderd. Wel is er nog een investering bijgekomen. Ja, momenteel hebben we dus uh, een plasma-meet uh, staan. En dat is een, uh, een, of een filter die ook de aerosol uit, uit de lucht haalt. Um, en ja, daar hebben we extra voor geïnvesteerd uh, om uh, ja, schone lucht te hebben in de sportschool. Dat Tycho al een goed lopende zaak had heeft volgens hem veel geholpen bij de gesprekken met de bank voor de tweede locatie. Nou, we waren al een tijdje bezig met gesprekken, ook onder andere met de bank. Als ik de financiering had aangevraagd zonder dat ik dit had laten zien wat we hier gedaan hadden, dan hadden we het denk ik niet uh, gekregen. Ik denk niet dat je het op de blauwe ogen van iemand uh, gaat lenen. Uh, en de bank die had een heel erg geloof in ons concept, omdat wij gewoon iets heel vernieuwends wilden aanbieden. Uh, dus daarop hebben ze ook de kans gegeven. De tip van Tycho voor twijfelende jonge ondernemers is duidelijk: laat je niet leiden door de, de tijd, uh, gewoon gaan. <laughs> het, uh, weet je, het, 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 je kunt wel wachten, maar er is nooit een ideaal moment.